Als sportwoordvoerder voor de VVD volg je de sport in Tilburg van nabij. Het gaat op zich heel goed met de sport in Tilburg. Willem II heeft recent weer 3 puntjes gepakt bij Dordrecht, de hekkensluiter. En lijkt op weg naar Europees voetbal. Het zou fantastisch zijn voor de stad. Daarnaast hebben de Trappers onlangs ook de landstitel weer veroverd. Alleen, er is natuurlijk geen topsport mogelijk zonder breedte sport. Dat is de reden waarom wij vandaag bij GUDOC zijn. Een mooie, bruisende club in Tilburg, Reeshof. En wij gaan zo praten met de voorzitter Bart Vrijsen. En sinds 4 jaar is er een nieuw bestuur gekomen wat aan de weg is gaan timmeren om een stukje organisatie neer te zetten om een club van deze omvang te kunnen managen, zeg maar. Je hebt voldoende capaciteit ook om al die mensen aan het voetballen te laten. Bij GUDOC kampen sinds jaar en dag al met een wachtlijst, vooral voor de kleine jeugd van 6, 7, 8. Het is ook een wachtlijst waarbij we duidelijk tegen mensen zeggen, we weten niet wanneer je kind kan instromen, want we hebben bijna geen uitval. Dus we hebben nu nog een wachtlijst van 60, 70 kinderen. Maar vinden wij het heel erg belangrijk dat zeker de jongste jeugd, zeg maar, dat die ook echt aan het sporten kunnen gaan als ze dat willen. Dus zo'n wachtlijst is absoluut ongewenst. Hebben zij alternatieven? Zijn er andere clubs waar ze terecht kunnen? We hebben een kort gesprek gehad met wethouder Kokken. En die heeft ons gezegd, adviseer die kinderen om naar RKTVV te gaan. Maar uiteindelijk, dat ligt fors uit de wijk. Mm-hmm. En dat strookt dan ook niet met het politieke beleid waarbij men zegt, we moeten wijkgebonden sporten stimuleren. Dus we willen graag die kinderen ook hier houden, want uiteindelijk het zijn ook broertjes, zusjes en vriendjes van die bij elkaar op school zitten. De velden zitten hier op zaterdag bom en bommetje vol. Teams die hier komen kunnen ook niet warm lopen. We hebben nergens een ruimte om warm te lopen, dus ze kunnen geen kant op. Dus ze moeten in feite langs het veld warm lopen, maar een beetje scheidsrechter zegt, ja dat mag niet. Je moet van de veld af blijven. Dus op zaterdag zit hier ontzettend veel druk om de capaciteit weg te werken. En zijn er mogelijkheden om dat probleem op te lossen? Ja, we hebben een pleidooi gehouden bij de gemeente, want geef ons wat extra capaciteit. Er zit groei in de wijk nog tot 2020 of later nog, dat is ook al uitgezocht. Ja. Geef ons wat extra gras, zoals wij het dan noemen, zodat we een stukje groei kunnen bewerkstelligen en ook de jeugd uit de buurt kunnen laten sporten. Het voorstel was, Jeroen, dat als het brandstofverkooppunt daar komt en de chillcase staat daar, geef ons dit stuk grasveld. Zaag dit hek eruit, maak hier een half veldje, al is het gewoon gras. Dat wij gewoon onze bulkop kunnen vangen en dan is gewoon iedereen tevreden. Wij zijn een participerende vereniging. Wij als club zeggen ook, al onze leden die projecten willen realiseren binnen de club, die steunen wij. Zo steunen wij ook de jeugd in de wijk. Hè. Al onze velden zijn opengesteld. Ik zag veel jeugd daar straks al sporten. Nog niet georganiseerd trainen, maar uit de buurt denk ik. Ja. Die hier lekker voetballen. Ja, dat vinden wij ook fijn. Uiteindelijk, het is kunstgras, het is duur. We weten dat het een dure oplossing is, dus je moet dat uit kunnen nutten. Je kunt er een heel jaar op spelen, dat willen we ook graag. Alleen wat je wel ziet en waar de gemeente ons dan weer niet in steunt, is dat onze vrijwilligers, die moeten de rotzooi opruimen die achtergelaten worden. En dat vind ik een beetje jammer dat daar geen goede samenwerking is, zeg maar, met de gemeente. Feitelijk zou het natuurlijk zo moeten zijn dat bloeiende verenigingen, zoals in GUDOC, maar er zijn er nog wel meer natuurlijk, ja, dat die niet geremd worden in hun groei, maar dat die ook de ruimte krijgen en de faciliteiten kunnen krijgen om door te groeien. Precies. Als partij hebben wij het liefst dat de verenigingen zelf de initiatief nemen, mensen moeten zelf initiatief tonen. Daar zit een hartstikke mooi voorbeeld van.